Zo, en toen was de kooi alweer leeg. En dan ga ik hem weer hervullen. Ja, ik sta dus in de keuken zoals jullie wellicht kunnen zien. Zo, mooi hè? Hallo, zijn we er ook weer bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag namelijk alweer donderdag 3 december 2020. Mijn naam is Karin Stammel van den Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van den Werf. En het is wat jullie al wel kunnen zien op de klok. 1 uur geweest. Roderick moet straks werken en hij moet om kwart over 2 op zijn werk wezen tot 10:30. Dus ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat ik nou weer ga doen, dat is even de kaviakooi schoonmaken. Yeah, ja. Yeah. Alles er netjes uit. Oeh, maar daar zit jullie ook al meer aan, hè? Ja, en hier ook al aan. Zie ik. Alleen hij is niet meer zo schoon. Nee. Even schoonmaken of niet? Hé, hey. Bolle? Ja, moet je even schoonmaken. Hé, hey, lieve schat, ga je even er vanaf? Kom, 1, 2. Dankjewel. Kijk eens in wie we daar hebben. Dat is mijn mannetje. Hi. Ja, bijna alweer 2 jaar getrouwd. Jij vraagt het nog maar even in, dat weet ik. Hoe gelukkig ben jij in met deze vrouw? Een zo klein beetje? Het ligt er nog over hoe dicht je de camera houdt natuurlijk, hè? Wat jij wil. Dat scheelt je. Maar ik ben wel gelukkig met jou. Nou, dan is het goed. Tenminste, 1 van 2 nog gelukkig. Ja, dat zijn de grappen van even Roderick, hè? Ja, die moeten we maar eens een keertje erbij houden, hè? Zeker wel. Kus. Ja, nee. Dat deden we 2 jaar terug ook. Maar jij gaat lekker omkleden naar huis? Ja, omkleden. Nee, naar huis, dan omkleden. Dan, ja. Dan weer aan de arbeid. Ja, tot en met 10:30. Dan 11:30 thuis en om 5:00 gaat de wekker weer. Ja. Voor de volgende shift. Is leuk. Handig, beveiliging. Ja. En hoe ging het bij onze 2 grote vrienden? Ja, wel goed eigenlijk. Mooi, top. Hou we zo. Denk ik, ze moet nog afspraak maken volgende week ergens. Ja, moeten we kijken. Kijken hoe het zit met roosters. Ja, die ga ik straks kijken voor jou als ik klaar ben met die 2 te verschonen. Goldie en Kleinie. Ja, Goldie en... Met Bolly en Kleinie. Ja, precies. Nou, kus. Lekker naar huis jij. Ja. Werk ze en ik spreek jou. Oké, love you. Zo doen we dat dus altijd. Ja, bijna altijd als we daar echt tijd voor nemen. Want als Roderick dus ochtends vroeg moet gaan beginnen, dan gaat hij dus gelijk vanaf zijn huis gelijk naar zijn werk. En dan, want ja, zoals jullie weten slapen we dus nog niet samen en wonen we dus nog niet samen. We zijn dus wel op zoek naar een woning. Maar zolang Roderick een koopwoning heeft en ik een huurwoning, ja, dan... Blijven we dat gewoon nog even zo lekker doen. Ja, en Roderick zijn huis is wel 5 vierkante meter groter. Maar ja, ik vind deze weer woning wat fijner. Dus ja, hè, ieder zijn ding. Maar ik ga nu eens even inderdaad de kaviaas verschonen. Ja, jullie ja, want jullie bak ziet er nou niet uit. Nee. Oh. Dat zeg ik, hun bak ziet er niet uit. Nee, precies. Jullie bak ziet er niet uit. Hé, ga je ook meekijken? Zag je ze? Nou is dat ding af, hè? Hé? Hey? Nou ga je lief doen, hè? Zag je ze? Dit is braaf. Zag je? Zit wat op je oor, lieve schat. Zit wat op je oor. Zit nog wat op je oor. Zit nog wat op je oor. Want we gaan halen. Goed zo. Dank je. Mag ik de kaviaskooi verschonen? Jawel, hè? Jawel. Oké. Okay. Nee, ga even laag. Goed zo, dank je. Auw, dat waren mijn voetjes. Nee, zitten. Zitten. En blijf. Zo, en toen was de kooi alweer leeg. En dan ga ik hem weer hervullen. Jij, is lekker. Oeh, is lekker. Doe ik even lekker een meisje. Nou, oh ja, zitten. Zitten.
Nee, strakjes. Jij? Ja, en jullie nageltjes moeten weer gedaan worden. Ja, dat doe ik dit weekend even samen met de baas. Ja, echt wel. Toen zag de kaviakoor er weer mooi en netjes uit. Ja! Ze wil er altijd bij kijken. Waarom weet ik niet? Is een hele tijd afgeleerd, maar... Nou ja, niet afgeleerd, maar... We gaan niet piepen. Dat is niet nodig. Dat weet je. Maar ja, zoals jullie zien, de kaviakoor is weer lekker schoon. Ja, en de kontje heb ik laatst een beetje geknipt. Want dat was, zag er niet uit. Ja. Hey. Hey, kerel. Hey. Ja. Ja, ik hou van jou. Andere kant. Hier mag je staan. Niet daar. Oh, nou ja. Voor één keer mag je hier staan. Wow, wat ga jij doen? Wauw, wat ga jij doen? Wauw. Schrok even. Zo. Ja, ik sta dus in de keuken zoals jullie wellicht kunnen zien. Zo, goedemorgen. Ja, even de stekker eruit halen. Hier een lekker mooie waterkoker. Ja. Hele mooie waterkoker. Kijk uit, liefjes. Even kokend water over mijn noedels heen doen.
dan had ik nog eigenlijk even weer een bakje thee erbij doen. Ja, dat vind ik namelijk wel lekker. Een bakje thee erbij. Een bakje leut. Ja, een bakje leut erbij. Hartstikke fijn. En dan even die. Even kijken hoor, want het is één grote baggerbende hier in mijn kast. Kijk, ik moet deze hebben. Daar zit namelijk theezakjes in. En ik wil namelijk lekker Turks appel. Vind ik lekker. Een beetje suiker erin. Suiker is slecht, weet ik. Maar... zo. Eitjes zijn ook lekker aan het koken. Ja. Zo. En alles moet nog gedaan worden. Ik heb nu even tot nu toe nog geen zin in. Ik ga eerst even lekker vlogs editen. Ja. Dat ga ik eerst allemaal lekker doen. Dus dat. En dan zie ik het wel aan waar mijn dag eindigt vandaag. Ik ben nog steeds moe van gisteren. Want zoals jullie hebben gemerkt heb ik gisteren niet gevlogd. Omdat ik gewoon de hele nacht niet heb geslapen. Niet afgelopen nacht, maar eergisteren nacht. Dus ja, wat krijg je dan? Iemand die gewoon moe is. Nou, dat ben ik dan op dat moment, ja. En als je het rond de 8 uur, 9 uur ziet worden, dan is dat heel, heel vroeg, hè? Ja. En de koude kraan, hartstikke mooi. Dus ja, ik heb gisteren gewoon niet gevlogd. Want ik heb eigenlijk daarna gewoon eigenlijk zo de hele dag in bed gelegen. Roos is al even bij me geweest om even de rondjes te doen. Maar ja, als je het 8 uur ziet worden. 8 uur, half 9. Ja, en gewoon al een paar nachten al gewoon heel slecht. Gewoon niet kunnen slapen of weinig kunnen slapen. Ik heb mijn begeleidster afbericht. Dus dat wil wat zeggen. Als en als ik mijn begeleidster afbericht. Nou, als ik dat doe, dan ben ik moe. Dan is dat ergens iets niet goed. Nee. Nou, ik ga voor dit even naar de... Die. Even naar de computer brengen. En dan zien jullie mij straks wel. Zo, we zijn weer aan het lopen. Hè? Even ons laatste blokje doen, hè? Ja. Hè, meisje? Lekker, hè? Ja. Kom dan, 1, 2. Ja. Goed zo. Keurig. Kom dan. 1, 2, kom dan. Ja, kom maar, kom dan. 1, 2. Jee. Hey, jullie zijn er weer. Jee. Nou, dat is fijn en dat jullie er weer zijn. Ja. Maar het betekent wel weer dat ik deze vlog ga afsluiten. Zien jullie mij morgen weer? Wat denk je zelf? Ja, tuurlijk. Gewoon weer om 2 uur. Dezelfde tijd. Ja. Dus vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Doe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En abonneren. Abonneer, reageer, duimpje. En ja, hè? Je weet het riedeltje. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei! Muah!